Hallo, dit is Changemakers TV. Mijn naam is Laurens Nordkamp. Naast me zit Douwe van der Waal-Baken. En we hebben vandaag een interview met Bertrand van Ee, CEO van Royal Haskoning DFV. Dag Bertrand. We hebben een hele mooie foto gezien dat jij toasten met Erik Oostwegel staat. Alle plannen gemaakt. Fantastisch idee. Roadshow gehad. Hoe ziet je agenda eruit? In die pre-fusieperiode zit je met een mate van onzekerheid. Ja. Dus die onzekerheid die is eruit. Dus het is nu allemaal positieve energie. Het is gewoon veel werk, maar daar is niks mis mee. Wat kom je tegen op je roadshows? We hebben nu Zuid-Afrika gedaan, Mozambique, begin van deze week India. Heel veel positieve energie van onze mensen, van onze klanten. We zijn gefuseerd. We hadden twee onafhankelijke ingenieursbureaus die toch al veel op elkaar leken en daardoor ook goed bij elkaar passen. Toch zien we in de salesstructuur bijvoorbeeld wel wat verschillen. En dat wordt nu samengevoegd. Wat is uiteindelijk gekozen als hoe wij straks onze sales gaan organiseren? Beide bedrijven hadden een toch wel klant centraal. We moeten zeg maar die businesslijnen, die moeten gewoon over grenzen heen. Is dat dan ook fysiek voor de mensen hier in Nederland dat wij dan ook wat meer naar het buitenland moeten gaan? Of dat wij misschien zelfs acquisitie moeten gaan voeren in het buitenland? Nou, of speelt het zich meer in dat land af dan? Nou, het is allebei. Maar de Nederlanders die naar het buitenland willen en kunnen, die moeten wel steengoed zijn. Ja. Want de competitie is natuurlijk enorm. Want voor hetzelfde geld is daar een Indiër of een Zuid-Afrikaan die net zo goed is, of misschien beter dan jullie. Ja. En ze zijn in ieder geval goedkoper. Ja. Dus de competitie, wereldwijde competitie, is wel een andere geworden. Dus het idee van we verzinnen het in het westen en exporteren het naar het oosten, die is voorbij. Er is ook gekozen voor een nieuw slogan en een nieuw logo. Kun je iets zeggen over hoe in ieder geval het slogan, hoe die tot stand is gekomen? Aan de Royal Haskoning kant was er al Enhancing Society. En aan de DFV kant was er net een heel branding verhaal ontstaan. En goed samen denken, en daar is het together aan toegevoegd. Ja. Maar wat waarschijnlijk belangrijker is, is dat Enhancing Society together staat zo voor wat eigenlijk beide bedrijven willen. En dat is samen met onze klanten, samen met de stakeholders, toch die leefomgeving verbeteren. In fysieke sfeer, maar ook in emotionele sfeer. We zijn ook even de vloer op geweest. We hebben even een soort klein filmpje gemaakt van wat mensen, hoe mensen reageerden op de nieuwe slogan. Dus daar hebben een kleine compilatie van gemaakt. Enhancing, dat geeft mij meer dat het een sophisticated meer wordt, zeg maar. Dat het echt iets nieuws, iets met prikkels, zeg maar. Twee bedrijven samen en dan together toevoegen vind ik echt goed gevonden. Heel simpel, maar toch goed gevonden. Ja, het cliché, dat is natuurlijk de visie. Dus ik vind het wel mooi bedacht zo, vanuit het wat al bestaand is. Het is voor mij niet zoveelzeggend. Voor mij is het ook niet heel erg belangrijk. Ik vind de naam belangrijker dan het ondertiteltje. Het is aardig gevonden natuurlijk, maar of dat er echt iets mee doet, ja, dat moet de praktijk denk ik uit gaan wijzen. Symbolizes more integration between these two companies towards a common goal. Ja, die vind ik wel mooi. Ja. Together is wel leuk, hè? Want daardoor kun je wel aan de klant uitleggen dat we gefuseerd zijn, dat we het nu together doen. Ik vind het echt sterk. Ik denk dat je het heel goed kan gebruiken als motto om een heleboel aan te hangen. Ja, waar staat het voor? Wat betekent het? Ben je tevreden over? Ja, is heel goed toch? Ik denk dat goede feedback, wat je hoort is enerzijds hoe ga je het laden? Wat heel duidelijk naar voren komt is dat together, dat is wel goed gevonden. En het past ook met zo'n fusie en dat together, dus dat is mooi dat er zo luid en duidelijk uit komt. De slogan is ook bepalend voor nieuwe mensen denk ik. Kijk, dat is ook je boodschap naar buiten. Doet de slogan dan wat het moet doen? Voor mij wel, maar het is toch jullie die de vraag zouden moeten beantwoorden eigenlijk. Vinden jullie hem zelf spannend genoeg? Nou, als ik naar het filmpje kijk, dan zitten er ook heel veel reacties. Dus ja, het is heel strategisch, maar wat gaan we nou doen? Je kijkt wel twijfelend erover, moet ik zeggen. Als je mijn persoonlijke mening wil weten, dan weet ik wel van ook een hoop mensen dat die wat ver afstaat van hun projecten. Waarschijnlijk meer een Nederlands probleem. Hmm. Want ik ben nu net door al die landen geweest. Iedereen vindt het fantastisch.
En als jij, of je nou in India of in Zuid-Afrika, waar er nog echt een hele hoop moet gebeuren aan de leefomgeving, het is enorm sprekend. De vraag is dan ook voor sommige mensen, ja, wat houdt het dan in Nederland? Want in Nederland moeten we misschien net iets ambitieuzer zijn dan in andere landen. We moeten vooral heel ambitieus blijven hier. En het tempo moet ook echt omhoog. Hoe gaat het tempo omhoog? Binnen onze organisatie? Binnen onze organisatie kunnen we zeggen op welke gebieden. En dat is ook het hele plan met die businesslijn. Waar wil je nou echt goed in zijn en waar wil je wereldwijd kunnen spelen? Dus dat is wat we gaan doen. We gaan ook niet wachten op een politieke omgeving, want de politiek zal toch wel volgen. Maar het zou wel helpen als er ook vanuit de politiek, als land, als er een ambitie ontstaat waardoor je elkaar kan gaan versterken. En daar is gewoon behoefte aan. Is een ingenieursbureau in de gelegenheid om die verandering zeg maar, in de maatschappij in te zetten? We zijn er een onderdeel van, dus we moeten daar echt aan meehelpen. Je kijkt terug op denk ik een bewogen jaar. Voor de aankomende tijd nog dingen die de agenda, de grote volgende stappen zijn? Eerst moeten we gewoon zorgen dat de fusie dat die goed landt. Dus het echte werk rond die fusie, dat gaat nu pas beginnen. En dat moet je gewoon zijn tijd geven. En tegelijkertijd alle focus op de markt en op de klanten. Want het is niet een makkelijke markt op dit moment. En het blijft ook wel zo de komende jaren. We hebben ook nog de mogelijkheid gegeven aan een aantal medewerkers om een vraag te stellen. En een van de vragen is van, en die raakt een beetje aan het internationalisering waar we het al een tijdje over hebben. Wat is nou de rol voor young professionals als het gaat over die internationalisering? Je hebt daar al iets over gezegd. Maar... Nou, ik denk dat het fantastisch is om te verbinden. Want we hebben young professionals zeg maar door het hele bedrijf heen. En de manier waarop men elkaar kon vinden met de moderne hulpmiddelen, die is natuurlijk enorm. Hoe willen jullie het bevorderen dat we zoveel mogelijk mengen met elkaar? Nou, het allerbelangrijkste is gezamenlijk aan projecten werken. Het samenwerken in projecten, en dat hoor je ook van de vloer. Als je dus nu een project ook wint, wat je anders niet had kunnen winnen, dat geeft energie. Goed, bedankt voor dit interview. Dit was Changemakers TV. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.